Ik kan u zeggen, ik heb mijn hele leven doorgebracht tussen academisch gevormde historici. Sommigen wel gepromoveerd, anderen niet zo. De meeste overigens wel na enige tijd. En zij zijn mij nooit opgevallen als verstandiger dan andere mensen, te midden waarvan ik heb geleefd. Ze waren even kleinzielig, even kortzichtig. Ze hadden evenveel min benul van wat de tijd zou brengen. Zagen ze het eind van de Koude Oorlog aankomen? Nou, voor geen meter, kan ik u zeggen. Ze waren stom verbaasd dat die hele zaak eigenlijk min of meer in een jaar of drie in elkaar lazerde. En zo is het eigenlijk met van allerlei geweest. Hebben zij ooit iets verstandigs gezegd over het heden op basis van een analyse van het heden over de toekomst? Nee. Als ze al iets verstandigs ooit daarover hebben gezegd, dan was het meestal per vergissing. Ja, dat niemand, ze kregen geleidelijk aan. Je hebt een enkele historicus, dat moet ik wel toegeven, die sommige dingen enorm scherp heeft gezien. Wat we van 9-11 moesten denken. Wat we van de oorlog in Irak moesten denken. Wat we van de oorlog in Afghanistan moesten denken. Dat was ik zelf natuurlijk, ja. Schijnt u helemaal niet duidelijk te zijn geworden. U zat nog even te denken, wie zou dat zijn? Misschien toch Arend-Jan Boekenstein? Nee. Of misschien Bart-Jan Spruit? Nee, die waren het allemaal niet. Maar ligt dat nou aan het feit dat ik een historicus ben? Of ligt dat gewoon aan het feit dat ik gezond verstand heb? En in het algemeen een gering vertrouwen in de mensheid heb. En nou ja, nog zo wat van die dingen die eerder een product zijn van mijn persoonlijke biografie dan van de studie der geschiedenis. En ik denk eerlijk gezegd dat het aan het laatste ligt. En dat heeft het studium generale mij ook min of meer terloops ingepeperd. Want de vraag die mij dus gesteld was, had je wat aan geschiedenis? En die moest ik beantwoorden niet als historicus, maar als publieke intellectueel. En toen dacht ik bij mezelf, wat ben ik liever? Historicus of publieke intellectueel? Ja, ik vond die, op het eerste gezicht denk je, nou, publieke intellectueel, dat klinkt niet slecht. Hè? Dat klinkt niet slecht. Het levert nog wat op ook. Dat kun je van geschiedenis in het algemeen niet zeggen. En toen dacht ik ineens, maar is Bart-Jan Spruit ook een politieke en publieke intellectueel? Of Evert-Jan Boekenstein, is die ook publieke intellectueel? En toen dacht ik, misschien is het toch handiger om historicus te blijven. Ja? Want ja, publieke intellectuelen, dat is een collectie halve garen, zoals je ze maar heel zelden bij elkaar ziet eigenlijk. Hè? Je hoeft de tv maar aan te zetten en de stukjes bij elkaar te knippen. De onbeschrijfelijke kletskoek die ik publieke intellectuelen heb horen uitkramen in de afgelopen 30 jaar, dat is werkelijk niet te beschrijven. Zodanig, ja sorry dat het een beetje roddelen lijkt natuurlijk, maar neem Arend-Jan Boekenstein. Dat is een hele handige baken in een woelige en onbegrepen tijd. Het is namelijk altijd zo, als Arend-Jan zegt dat het zo is, is het precies andersom. En dat is daar heb je zoveel aan. Daar heb je zoveel. Ik zat de allerlaatste keer dat ik hem sprak, zei hij dat het ging spoedig slecht aflopen met de euro. Ik was volledig gerustgesteld. God, nou, dan zitten we over 50 jaar nog wel met die euro, dacht ik bij mezelf. Ja. Het probleem van die geschiedenis is, dames en heren, dat die, ik denk zelf dat je onder hele specifieke, goed gecontroleerde omstandigheden wel iets hebt aan historische kennis. Ik zal proberen u een voorbeeld te geven, maar dan ziet u direct al hoe lastig dat eigenlijk in elkaar zit. Neem nu het even de meest onoplosbare, langstlopende, rare conflicten waar we in de wereld mee zitten, het Israëlisch-Palestijnse conflict. Daar heeft u allemaal wel eens iets over gelezen. Daar heeft u vrijwel allemaal een helemaal verkeerde opvatting over, omdat wij in Nederland in feite het slachtoffer zijn van een vrij systematische indoctrinatie met Israëlische vooroordelen op dit punt. En nu ben ik al bezig, hè, ziet u wel, met een historische analyse van dat conflict. Want ik denk dat als je dat objectief beschouwt, je probeert zoveel mogelijk je emoties buiten te sluiten, dat je maar tot één conclusie kunt komen, namelijk dat de Palestijnen
wel op een gruwelijke manier tekort zijn gekomen sinds 1948. Dat een andere conclusie is, nou, zelfs Dries van Acht is tot die conclusie gekomen. He? Terwijl, ja, dat is wel heel vervelend, dat staatslieden vaak, terwijl ze iets te vertellen hebben, allemaal volkomen verkeerde opvattingen hebben. En pas als ze niets meer te vertellen hebben, kennelijk aan het lezen slaan en denken, oh jee, he? Ik heb het helemaal verkeerd gedaan. Ja, dat zouden ze beter een beetje van tevoren kunnen bedenken natuurlijk. Ja, heb je daar nou wat aan die kennis? Ik denk van wel. Okay, ik denk altijd, ja, Israël is op de verkeerde weg, enzovoort, enzovoort. Maar nou is het probleem alweer dat je tal van historici hebt, zelfs Israëlische historici die enorm anti-Israël zijn, maar je hebt er ook die enorm pro. Welke, wie gaat u volgen? Wie gaat u uiteindelijk zeggen, heeft gelijk? Hè? Een historisch gelijk is een hele lastige zaak en hoewel ik niet mee wil gaan met dat beroemde citaat van Geil, de geschiedenis is een discussie zonder eind, want over allerlei dingen discussiëren we helemaal niet. Die staan min of meer vast, wanneer Napoleon is doodgegaan en waar zijn lijk ligt en zo. Daar is helemaal geen discussie zonder eind. Je zult een enkele halve garen kunnen vinden die niet weet waar het is, of die niet gelooft dat hij erin zit en zo. Maar dan ben je toch al op het terrein van Maurice de Hond gearriveerd en daar gaan we het nou niet over hebben. He, dus het, een beetje interpretatie van de geschiedenis is een interpretatie. Ik heb in de afgelopen halve jaar, omdat mij nou toevallig nou interesseerde, 5 boeken gekocht over het einde van het Romeinse Rijk. Vandaar dat sport- en eetverslaving, niet waar, dat het ineens in mijn gedachten kwam. En het wonderlijke en aardige van die 5 boeken is dat ze 5 totaal verschillende interpretaties geven van de oorzaken van het eind van het Romeinse Rijk. Moet u zich voorstellen, dat is dik 1500 jaar geleden en ze hebben geen idee. He? Je zou toch zeggen exogene oorzaken, endogene oorzaken, combinaties van exogene en endogene. Het is ongelooflijk werkelijk en natuurlijk intens amusant. Wat wij meestal doen, en daar komt altijd narigheid van, en u zult zien, ik bijt nu in mijn eigen staart tenslotte. Ik heb geen idee trouwens, hoe is het met de tijd? Ik moet er een eind aan maken naar het schijnt, maar ik kan nog wel even, omdat ik de laatste spreker ben. Hè? Ja, niemand wacht op mij. Hoogstens kunnen de bitterballen koud worden. En dat zijn ergere dingen dan dat. Ja, wat wij meestal doen, dames en heren, is redeneren naar analogie. Er is iets gebeurd in het verleden, dat doet qua patroon een beetje denken aan gebeurtenissen in het heden. Wat zei ik over die inval in Irak en wat zei ik over het bellicose gedrag van de Amerikanen na de Tweede Wereldoorlog, niet waar, dat het allemaal niet verstandig was geweest. Maar kun je nou zeggen dat alle militaire interventies per definitie onverstandig zijn? Nee, dat kun je namelijk nooit zeggen. Er zitten allerlei patronen in de geschiedenis, die kun je wel herkennen. Maar het kan best zijn dat je dat 15 interventies totaal verkeerd zijn. En dat geldt eigenlijk voor vrijwel alle Amerikaanse interventies. Maar onder omstandigheden is goed denkbaar dat een interventie juist weer wel goed is. Of denkt u aan de meest fameuze historische analogie die er is, en waar je ook enorm mee moet uitkijken. Er kan niet ergens een figuur verschijnen, een dictator die zijn ministers voor de krokodillen werpt of andere verschrikkelijke dingen doet. Of, daar staat in de krant, een nieuwe Hitler is opgestaan in, wie was dit, dit geval, Oeganda zal ik nou maar zeggen. En Milosevic was een nieuwe Hitler en Stalin was natuurlijk niet te vergeten een nieuwe Hitler. Wij zien werkelijk overal nieuwe Hitlers. Hè? Ik bedoel zelfs, dat mag je dus niet zeggen, daar ben ik ook tegen, maar ik geef het toch maar even die HAVO-scholier uit Venlo. Mag je daar nou het woord fascisme bij gebruiken? Ik vind van niet. Ik vind dat dat verwarrend is en dat dat onjuist is. Het fascisme is een vorm van populisme, dat wel. Maar dat wil niet zeggen dat het huidige populisme ook een fascisme is. Dat is weer een andere variant van het populisme. Dus je moet met de jaren 30, daar moet je enorm mee uitkijken.
wat niet wegneemt, dan laat ik het daar dan mee beëindigen. En u heeft er straks die plaatjes daar gezien, die nu weer verdwenen zijn en vervangen zijn door twee jeugdige, waarschijnlijk vrouwelijke rode benen. Waarvan mij de betekenis en de relatie met het studium generale niet 100% duidelijk is. Maar ongetwijfeld via een of andere postmoderne interpretatie. Vooral ook dat ze nog van die oude platen draait, daar begrijp ik al helemaal niks van. Die zijn waarschijnlijk uit puur esthetische overwegingen zo'n beetje er zo bij geschud als het ware. Ja? Dus de iPod is kennelijk kapot gegaan. En nou, of ze kon die dingen niet in de iPod krijgen, dat kan ook nog het geval zijn geweest. Ja, net zo goed als ik het ook wel verontrustend vond dat mijn schedel openging. Je had ook vroeger een soort medische aanpak die schedellichting heette. Daar deed mij dit en het hele idee dat George Bush uit mijn hoofd zou zijn gekomen. Dat doet een beetje denken aan die film The Alien 1. Hè? Kunt u die zich herinneren? Hij zit dan, hè? Harry Dean Stanton zit een boterham met pindakaas te smeren. En dan voelt hij zich helemaal lekker. En binnen 5 minuten zeg, komt een soort van George Bush, maar dan in de vorm van een wonderlijk insect uit zijn buik gesprongen. Sorry dat ik even afdwaal, maar dat komt dat jullie zulke gekke plaatjes laten zien. Hè? Ja, dat is geen touw om vast te knopen. Ja, je kunt dus eigenlijk van die geschiedenis bar weinig leren. Ik kan zo'n hele reeks van voorbeelden geven waar je zegt, na analogie van. Maar laat ik even terugkeren tot die plaatjes die we zagen. Het heeft toch iets lichtelijk pijnlijks dat we hier dus op minder dan 1,5 kilometer al die monumenten hebben. Waarbij overigens de grens van het Romeinse castellum voor het gemak even weggelaten was. En ook die leuke steen van Marsman, hè, van... Was het ook weer geen, heeft de stad, geen stijl heeft de stad, maar des te meer karakter. Nou ja, allemaal van die gereformeerde houten klazen. Dat staat op dat hoekhuis, mooie dichtregel, ga straks maar even kijken. Ja, het heeft toch iets pijnlijks dat de Unie van Utrecht hier getekend is. Dat eigenlijk het kernpunt van de Unie van Utrecht is godsdienstvrijheid binnen het raam van de mogelijkheden van de 16e eeuw. Dat weet ik ook allemaal wel eigenlijk. En Anne Frank verwijst ook terug natuurlijk naar discriminatie, uitsluiting, demonisering van minderheidsgroepen. En zo u wilt kunt u dat afschuwelijke beeld van die vrouw met die fakkel. Dat betreft natuurlijk de Duitse bezetting, hè, een vrijheidsberoving. En is het niet gek dat we onze stad en trouwens alle Nederlandse steden vol hebben gezet met monumenten die eigenlijk die enorme kwestie betreffen van vrijheid en van non-discriminatie en van niet-uitsluiting. En dat een zo groot deel van de Nederlandse bevolking daar in al die decennia van al die monumenten nooit ene kloot begrepen heeft. En stemt op een partij, niet waar, die zijn ratio zoekt in demonisering, uitsluiting en discriminatie. Waar maar mee bewezen is, lijkt mij dat mensen nooit ene pest leren van de geschiedenis. Het is jammer, het is waar, maar toch waar. Dat neemt niet weg dat u morgen natuurlijk wel moet komen luisteren. Omdat ik dan de hele toekomst van het populisme in de komende 2 eeuwen feilloos zal voorspellen. Ik heb namelijk Arend Jan uitgenodigd om uit te leggen wat hij ervan denkt. En dan weten we automatisch wat er niet gaat gebeuren. En dat betekent vaak al heel wat. Ja, ik kan jammer genoeg de toekomst niet voorspellen. Als ik het had gekund, had ik hier niet gestaan. Dank u wel.